terug bij een van mijn filmpjes. Zoals je zag aan de titel heb ik vandaag weer een Action Shop vlog voor jullie. Ik ging niet echt met een doel naar de Action, maar dat is denk ik de meest verkeerde manier om naar de Action te gaan. Want dan kom je met van alles nog wat terug thuis. Dus laten we maar gewoon beginnen, want ik heb aardig wat om aan jullie te laten zien. Als eerste heb ik een paar kerstspulletjes meegenomen. En echt waar, dat is super braaf, want ze hadden echt volgens mij 4... van die wanden met kerstspullen. Echt superveel. Maar ik heb eigenlijk maar 2, maar eigenlijk 3 dingen meegenomen. Als eerste, ik kon hem niet achterlaten, is dit schattige... Ik weet het, het is zo vreselijk dat het leuk is. Tenminste, dat vind ik. Het is een pingwing met een kerstsjaal, een kerstmuts op. En hij houdt een cadeautje omhoog en op zijn buik heeft hij zo'n sneeuwvlok met een steentje erin. Ik vond hem gewoon heel erg schattig. En over een tijdje maak ik dan weer mijn kerstachtergrond. En deze was 1,50. Voor 1,50 had ik zoiets. Je gaat met me mee. En hij is wel gewoon echt porselein volgens mij. Dus je kan er niet mee gooien. Maar ik vind hem echt zo ontzettend schattig. En ik dacht, dit is gewoon heel leuk voor in mijn kerstachtergrond. Ik hou van dat lekker foute. En als laatste bij de kerstspullen zag ik 2 ballen die ik gewoon heel erg leuk vond. En dat zijn deze 2. Ze zijn echt super sparkly. Kijk of die kan focussen. In deze koper kleur. En dit waren de laatste 2. Dus vandaar dat ik er ook maar 2 heb. Want anders had ik er denk ik wel meer meegenomen. Maar ik vind deze echt heel erg mooi. Ze zijn ook lekker groot. En deze waren volgens mij per stuk iets van 90 cent. Dus voor de Action is dat best wel prijzig eigenlijk. Maar ik vond ze heel erg mooi. Wel het probleem is dat je helemaal onder de glitter zit door die dingen. Oh nee, ik heb gelogen. Ik heb nog 1 kerstding. Dit is het laatste. Dit zijn namelijk van die appels. Ook zeg maar als kerstballen. En ik heb ze meegenomen in het wit. Ze hadden ze in het zilver, in het goud, in het rood en in het wit. En ik ben voor de witte gegaan. Ik dacht, hoe tof is dat bij elkaar zeg maar. Ik vind het helemaal mooi. En ik vind de appeltjes altijd heel erg leuk voor in de kerstboom. We hebben meer appels. En deze was wel meer zeg maar Action prijs. Deze was 99 cent. En dan heb je er 4. Dus ja, heel erg betaalbaar. Dan naar alle niet kerstige spulletjes. Als eerste nam ik inpakpapier mee. Niet vreselijk interessant. Maar dat had ik gewoon hard nodig. Ik ben voor deze 3 gegaan als eerste. Ja, die ik gewoon heel erg mooi vond. Met allemaal bloemetjes in een soort van geverfde stijl. En daarna heb ik nog 2 meegenomen dat voor man en vrouw kan. Want dat vind ik altijd heel erg makkelijk. En ik had gewoon echt inpakpapier weer nodig. Normaal heb ik een voorraadje. Maar die is eigenlijk gewoon zo goed als op. Dus ik had ze weer nodig. En bij de Action is inpakpapier per rol 46 cent. Dus waar hebben we het over? Dan een van de wat duurdere dingen die ik had meegenomen. Maar hij intrigeerde me gewoon heel erg. Ik had deze persoonlijk nog nooit bij de Action gezien. Ze had een hele lijn met haar producten. En ik vind de verpakking ten eerste heel erg leuk. Het is heel erg minimaal. En daarom ziet het er altijd wat luxer uit ofzo. En dit is This Is It for Salon Styling. En dit is No Frizz Invisible Hair Oil Serum. Ik had gewoon een serum nodig. En dit is een olieserum. Dus ik dacht, dit valt gewoon uit te proberen. Ik heb hem niet in de winkel getest. Hallo? Waarom doe je het niet? Boomba, niet doen nou. Ik doe het wel eventjes zo. Ruikt lekker fris. Het is vrij dik alsnog, ook al staat erop dat het light is. Maar ja, ik ben wat eigenlijk luxere serum gewend, maar niet op. En ik heb gewoon op dit moment het geld er niet voor. Op zich ruikt hij wel lekker. En ik snap niet waarom de pomp het niet doet. Nou ja, dan moet ik straks even na de video naar kijken. Maar het is 2,50. En voor serum is dat helemaal niet duur. Ze hadden ook nog wel andere hoor, die goedkoper waren. Maar deze klonk het beste naar mijn mening. Dan nam ik weer markeerstiften mee. Ik heb een obsessie met deze dingen. Ik heb ze overal liggen. Ik heb ze altijd nodig. Dus ja, ik heb maar gewoon weer een pakje meegenomen. Ik gebruik deze dingen zo ontzettend vaak. Voor leren. Ja, vooral voor huiswerk. Maar ook voor planningen die ik maak. Wat ben je allemaal aan het doen? Dus ik heb ze in mijn tas zitten. Ik heb ze op mijn kamer liggen. Ik heb ze hier beneden liggen. Dus ik heb gewoon weer een pakje meegenomen. Want bij de Action zijn deze 89 cent volgens mij. Ja, zijn 89 cent.
super, ideaal. Als je naar de Action gaat en je hebt markeerstiften nodig, neem deze dan mee. Ze hebben ook eigen merk, maar deze zijn beter. En het scheelt volgens mij echt 30 cent of zo. Dan ook liep ik langs de pleisters en dergelijke en heb ik weer gewoon deze meegenomen. Neem ik altijd mee. Dit is gewoon de classic die je zelf moet knippen. Ik ben niet zo fan van de andere stijl, want bij mij persoonlijk laat die altijd gewoon heel erg los. En deze blijven gewoon goed zitten. En we hadden geen pleisters meer. Dus wederom was dit een hele praktische aankoop. En de pleisters zijn 53 cent. Dan heb ik ook mijn favoriete maskers weer mee van de Actions. Die zijn 55 cent. En ik heb deze drie gekozen. Dit is persoonlijk mijn favoriet. En dit is Wild Rose en Vitamine C. Ik vind deze gewoon heel lekker ruiken ook. En omdat je er toch 20 minuten mee op je gezicht zit, is dat heel prettig. En dan ook heb ik blueberries en yoghurt en pomegranate en deze. Maar het zijn dus allemaal een beetje fruitige. Daar voel ik me altijd een beetje tot aangetrokken. Dus deze heb ik meegenomen en ze hebben nog veel meer. En voor het geval je het niet wist, dat staat wel heel groot op, maar het zijn van die sheet maskers. Dus ik vind dat ideaal, want dan heb je geen rotzooi die eraf moet wassen en dergelijke daarna. Dan ook is het moment weer gekomen dat ik al mijn haarborstels kwijt ben. En ik heb zo'n neppe tangle teaser gevonden bij de Action. Deze was €2,49. Is heel erg betaalbaar voor zo'n dupe. Ik sloop meteen de hele verpakking. Hot's oké. Prima joh. €2,50. Neppe tangle teaser. Helemaal geweldig. Dan vond ik lampjes. En ik moet zeggen, ik heb de laatste tijd echt helemaal geen toffe lampjes meer gevonden bij de Action. Maar nu dus eindelijk wel. En dat is gewoon deze simpele roze met wit. En ik dacht misschien is het leuk om deze bij de kerstachtergrond te doen. Omdat ik dan vaak al wel heel veel wit doe. En anders misschien voor daarna. Maar ik vond ze gewoon heel erg tof. Ik heb al een hele lange sliert van deze. Van de echte cotton ball die daar zeg maar mee begonnen is. En die heb ik helemaal op mijn bed zitten. Met allemaal verschillende kleurtjes. En deze dan voor mijn bureau, voor mijn filmachtergrond. En die was €3,99 en dat is super betaalbaar. Als je nagaat hoe duur de echte, zeg maar, die ermee begonnen is. Ja. En deze hadden ze ook in het grijs met wit en groen met wit, volgens mij. Beetje rare kleurassortiment, die drie. Maar ik vond deze heel erg leuk, want zoals jullie weten en zoals je kan zien in deze video, roze op roze, roze overal roze. Ik hou er heel erg van. En deze is dan echt voor mijn filmachtergrond boven. Voor het geval dat dit de eerste video is die je kijkt van mij. Normaal film ik eigenlijk boven. Maar vandaag is even een relaxed dagje. En film ik gewoon lekker beneden op mijn vlogcamera. In plaats van dat ik boven met mijn lampen en alles nog wat zit. Dan ook kon ik het niet laten om weer babylips mee te nemen van Maybelline. Die zijn namelijk zo betaalbaar bij de Action. En ik ben dol op babylips. Ik heb een kleine verslaving. Net als wat ik zei over markeerstiften geldt het voor babylips. Ik heb ze in elke tas. Overal. Dus ja, ik heb er weer twee meegenomen die ik niet had. Als eerste heb ik Holiday Spice. Ik weet niet. En dan ook heb ik... Heeft deze naam? Dit is een limited edition zie ik alleen staan. Maar voor de rest zie ik geen smaak of iets dergelijks staan. Maar ik vond de verpakking gewoon heel erg tof van deze. Dus deze twee heb ik meegenomen. Ik kijk altijd wel een beetje naar de kleur die ze hebben. Want je krijgt natuurlijk altijd wel een beetje vaag die kleur. Deze is meer paars en deze heeft meer een beetje een nude, oud roze kleurtje. Dus deze heb ik meegenomen volgens mij... Ik ga het niet eens gokken. €1,39. €1,39 per stuk. Dan ook heb ik nagellak meegenomen van de Action. En ik heb nog nooit nagellak gehad van hun. Laat vooral in de reacties achter als jij ervaring hebt met deze nagellakjes. Ze waren €1, wat natuurlijk super betaalbaar is. Degene waar ik als eerste toegetrokken werd was deze nude kleur. Daar voel ik me de laatste tijd heel erg toe aangetrokken voor op mijn nagels. En dan ook heb ik deze knalroze kleur. Om dezelfde reden die ik net ook benoemde bij de lampjes. Dus deze twee had ik meegenomen. En ik hoop heel erg dat het wat is. En dan als laatste heb ik weer wat voor mijn haar meegenomen. En dit is Daily Defense Damage Defense Deep Conditioner Sulfate Free Argan Oil. Ze hadden ook coconut oil en dergelijke die ik eigenlijk ook heel erg graag zou willen. Want ik hou van de coconut geuren. Maar mijn vriend die houdt er niet van. Dus ik probeer het altijd een beetje te ontwijken. Maar deze ruikt echt, echt heel erg lekker. Hij ruikt helemaal niet naar argan oil.
ja, dol op deze geur. Het is dus een soort masker, deep conditioner. Ik hou daarvan. Mijn haar heeft dat echt heel erg nodig. Mijn haar heeft gewoon veel meegemaakt. Dus ik hou ervan om het vooral met wassen even een goede verzorging te geven. En op de deksel staat ook dat dit een 3 minuten leave-in treatment is. Dus ik ben hier benieuwd naar. Ik heb deze nog nooit gebruikt van de Action 1,89. Nou, als het wat is voor 1,89, dan ga ik hem vaker halen. Maar alleen de geur is al heerlijk. Ik weet niet, ik kan niet beschrijven waar het naar ruikt. Het ruikt niet naar argan oil, maar de geur is geweldig. Hij ruikt heel lekker. Nou, dat was dan alles wat ik heb geshopt bij de Action. Ik hoop dat ik deze... Oh, oh, oh! Ik heb hem! Je moet gewoon een miljoen jaar pompen, maar ik heb hem. Oké, dat is wel fijn om te weten. Het pompje werkt. Je moet gewoon heel lang pompen. Maar in elk geval, wat ik aan het zeggen was, ik hoop heel erg dat jullie het leuk vonden om te kijken. Ze hebben op dit moment weer hele toffe spulletjes. Voornamelijk heel veel kerst. Dus ik weet het. Het is nog lang geen kerst. Het is nog geen Sinterklaas geweest. Maar ja, nou moet ik zeggen, ik vier persoonlijk geen Sinterklaas. Dus dat is altijd mijn excuus dat ik lekker vroeg kan beginnen aan kerst. Laat mij vooral heel eventjes hieronder weten wanneer jullie een beetje toepasselijke tijd vinden dat ik ga beginnen aan mijn kerstachtergrond. Persoonlijk vind ik het wel een beetje eind november, begin december. Ja, eind november denk ik eerlijk dat ik het zelf zou gaan doen. Maar wat vinden jullie ervan? Vinden jullie dat oké als ik dat zou doen? Of vinden jullie dat te vroeg? Dat was het voor deze video. Ik hoop heel erg dat je het leuk vond om te kijken. Vond je het leuk om te kijken? Laat vooral een duimpje achter. Vergeet niet om te abonneren. Dat is hier beneden. Maar één druk op de knop is helemaal gratis. En dan blijf jij gewoon te hoog dat ik hier zo op dit kanaal aan het doen ben. En hopelijk zie ik jou dan weer in mijn volgende video. Doei!